Oké, jongens, zijn jullie klaar voor een mini metamorfose? Bijna. Oké, ik ben in de. Hoe noem je dit? Tuincentrum. Ik ben in de Nauwpleinen. Oké, jongens, ik ben thuis. Ik heb een auto vol met planten. En ik heb hem geweld. Of die even naar beneden wil komen om te helpen, omdat ik zoveel heb gekocht. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is al knap dat ik weet welke dag het is, laat staan dat ik weet welke datum het is. Ergens begin april. 7 april, het zal niet eens zoveel begin meer trouwens. Ik ben wakker, maar hij ligt nog lekker te slapen. En dat houden we even zo, want het was weer heel laat. En ik heb bedacht, lekker voor mezelf, een fruitsalade te maken. Het is nog steeds super lekker weer. We hebben gisteren boodschappen gedaan. Die hebben we niet gevlogd. We hebben gisteren helemaal niet gevlogd. Terwijl achteraf had ik daar spijt van. Dus ik was niet zo heel nuttig. Ik heb de hele dag alleen maar video's zitten maken. Juist omdat het zo lekker weer wordt. En ik wil proberen mezelf daar zoveel mogelijk tijd voor te gunnen. Ik heb gisteren ook in de zon gezeten. En de eerste zonneallergie is al een feit. Dus ik ben trots. En s'avonds hebben we lekker samen een drankje gedaan op een balkon met een snackie. En ik kan me de laatste keer dat ik gedronken heb serieus niet herinneren. En ik had dus Gordon's gin, is een hele zoete gin. En die mix ik dan ook nog eens met 7-Up, want met tonic vind ik het te bitter. Ja, zo erg ben ik. Ik hou eigenlijk helemaal niet van alcohol, behalve als het er niet naar smaakt. Dus ik een drankje gin tonic, hij een biertje. Ja, en ik was gelijk helemaal kachel. Ik kan ook echt de laatste keer dat ik gedronken heb. Ik ging tot een jaar geleden nog wel eens met ME uit. Nou, die is zwanger en hè, de hele andere levensfase ondertussen. Ik heb ook weer een stabiele relatie. De behoefte om uit te gaan is er niet echt meer. Af en toe vind ik het wel heel erg leuk. Maar dan zou ik ook gewoon met hem gaan, zeg maar. Even een zijspoor. In ieder geval, ik was helemaal kachel. 1 drankje, ik was helemaal kachel. Ik lag om 10 uur in bed. Ja, het was goed voor mijn ritme. Dat dan weer wel. Maar het was gewoon heel lekker. Alleen, we hebben zoveel zitten snoepen. We hadden een plank met stokbrood. We hadden chips. We hadden nootjes, worstjes, kaas. Het was echt borrelen tot de max. En ik voelde me de hele... Ik werd midden in de nacht wakker, helemaal opgeblazen. Dat ik dacht, wow. Zou dat het drank zijn? Of zou dat het vreten zijn? Dus vandaag doen we gezond. We beginnen met een fruitsalade. Dat was eigenlijk alles wat ik wilde zeggen. Oké, jongens, zijn jullie klaar voor een mini metamorfose? Bijna. Terwijl ik gisteren uren heb gewerkt, heeft hij het hele balkon gedaan. En echt next level. De pallets zijn weg. En onder de pallets, en sowieso het hele balkon, was echt zwart als roet. En ik vind het zo jammer dat we geen voor- en nafoto hebben. Hij heeft met Dusty, top shit, kun je ook gewoon het balkon mee schoonmaken, geschropt. Voor je leven. En het balkon is ineens zo heerlijk groot. Het is echt niet normaal. We hebben de plant van binnen er even neergezet. Want ja, dat is gewoon wel cute. Het was zo, ja, het ziet er nog steeds niet schoon uit hoor. Maar kijk, als je dit soort vlekken zaten overal. Dit alles was zo, zo groen. En ja, weet je, dit zijn ook verre vlekken. Dus echt mooi schoon wordt het nooit. Das die was op een gegeven moment op, toen werd het moeilijker. Dus je ziet hier een soort van, hè? Maar echt, wat je hier ziet, zoals alles. En het is nu ineens zo'n grote ruimte. Kijk, onze plantjes hebben een speciaal eigen plekje. Er komt alweer een nieuw blaadje aan. We willen heel graag dus bakken voor het balkon, hebben we besloten. Juist nu we hebben gezien hoe groot het balkon is als je die pallets eruit hebt. Dat denk ik, ja, het is fijn als we die ruimte houden. Dus dan kunnen we beter van die bakken aan het balkon hangen waar dan die groentetuin in kan. Ik ben zo blij dat we dit gedaan hebben. Dit huis is dus eigenlijk een beetje gek.
Zoals hier zie je, zit een raam. Ja, je weet sowieso niet waarom zouden mensen daar een raam doen. Maar die vrouw die hier gewoond heeft, ik heb dat wel vaker verteld. Die heeft hier gewoond van het moment dat het gebouwd is totdat zij overleed, zo'n 50 jaar later. Dus alle tussentijdse renovaties die ze bedacht hebben, zijn hier niet uitgevoerd. En dat betekent onder andere dat er nog een schuifdeur in zit. Bij de meeste gebouwen is die eruit en is het gewoon één groot geheel. Is dit vaak dan ook de, hoe heet dat, eetkamer. En dat raam. Want als je bijvoorbeeld kijkt bij de buren, kunnen we even spieken. Daar hebben ze geen ramen, want die zijn dus omgekeerd. Hè? Dus die hebben geen ramen. Zelfs de onderbuurman kun je zien. Die heeft ook geen raam. Heeft twee kanten. Ik bedoel, want op het moment dat de zon hier is, houdt het raam het wel een beetje tegen. Maar, vooral de positieve kant, hij houdt zoveel wind tegen. Dus je zit hier helemaal windstil. Echt fantastisch. Moeten we eigenlijk alleen nog een soort van leuk bankje. Dus als je tips hebt voor leuke bankjes, graag. Kijk, het rare is wel, dit huis en deuren. Dit is de badkamerdeur. Dus hier, dit is de wasmachine. En ik weet niet of je het kan zien, maar daarachter, dit is dus de douche. Nou ja, dit is een deur die je never nooit niet kan gebruiken. Hier heb je nog zo'n hard zo'n deur die je never nooit niet kan gebruiken. Want er staat een wasmachine. Die is wel ook bij anderen dus eruit gehaald. Dus dichtgemaakt dit. Hier zit geen deur. Ja, je zou ervoor kunnen kiezen om deze één keer te kantelen. Staat hij alsnog voor de deur. Dus deze deur is eigenlijk helemaal nutteloos. En als je dus een zitje wil buiten, ja, sta je of voor die deur, of voor die deur, of voor die deur. Dus dan, ja, is het toch logischerwijs zou ik deze deur opofferen, aangezien daar toch een wasmachine staat. Ja. Sowieso in dit huis, twee kamer appartement, 13 deuren. Dat is toch bizar, 13 deuren in een twee-kamer appartement. Degene die dit ontworpen heeft, die dacht dat deuren echt next level ruimte zou creëren of zo, denk ik. Is niet helemaal gelukt. Niks te klaren. Ik ben nog steeds hartstikke tevreden in dit huis. Dus nu ga ik maar gewoon eventjes mijn favoriete stoel weer naar buiten bonjour en daarop zitten. Tijdens het opruimen kwamen we dus dit ding tegen. Joost mag weten waar het is, maar het is tussen de deur. Waardoor je kan hem dus niet dichtgooien. Stel dat je dat even in een onbewaakt ogenblik doet. En de katten kunnen er niet doorheen, dus dat is echt top. Katten zijn het er niet helemaal mee eens. Die kunnen echt miauwen tot en met. En ik ben nog steeds van plan om daar iets op te vinden. Maar ik vind het toch moeilijk. Ik heb er ook wel tips over gehad. Mensen zeiden ja, een balk. Maar ik denk toch dat het iets hogers moet zijn. Zodat ze er ook niet overheen kunnen klimmen. Want ik wil echt geen risico lopen. Nou, genoeg geluld. Tijd voor mijn ontbijt. Wij hebben een besluit genomen. We waren namelijk van plan, we doen hier altijd al het kleingeld in en dat sparen we dan als vakantiegeld, zeg maar. Dat gaat dan mee. It's still heavy. It's still heavy? What's in there then? I thought you took it all. No, there's 70 euros still there. How much are you taking then? 70. Oké. Maar die gaan we gebruiken voor een balkonzitje, aangezien er toch geen vakantie aan zit te komen. En we wel een prachtig balkon hebben. Thanks to you. Yes, thanks to you. Do you have a thing to put this in? A thing? What did you have in mind? Do you have coins in your wallet? Because mine has coins and I don't want to be like... Oké, ik ben in de... hoe noem je dit? Tuincentrum in Veenendaalpleinen. Want we hebben even online gekeken naar vriendjes, maar dat vind ik toch lastig. Dus we gaan vandaag eerst even storten op de balkonbak met zaden. Ik heb al één ding gepakt, dus ik ga lekker, weet je. Ik moet balkonbak en ik kom thuis met bloemen. Kost me 6 euro en ik wil gewoon mijn balkonnetje gezellig maken. En zolang we die stoelen van binnen mee naar buiten nemen, is het voor even ook wel prima. Want ik wil niet gewoon simpele stoelen, ik wil echt een leuk bankje dan. Maar ja, dan ben je toch gauw 200, 300 euro kwijt. En ben ik nog niet klaar voor. Dus die ga ik het eerst wel even gezellig maken. Oké, ze hebben hier dus allemaal kruiden. En dan geen zaadjes, maar al beginnend. Ik denk dat ik die ook ga nemen. Dan heb ik hier een aardbei voor 1 euro. Ik bedoel, dat wil je in je leven. En ik weet helemaal niet of we het gaan redden. Maar ik ga gewoon allemaal leuke dingen voor hem kopen. Omdat dat mij blij maakt en ik weet hoe blij hij ervan wordt. Ik heb nu spinazie. Een of andere tuinkers. Ik weet ook wat we hebben. Dus echt, hij gaat helemaal gek worden als hij dit ziet. Dat vindt hij zo leuk. Ik heb ook de bak ondertussen. 2 heb ik er gedaan. Ik heb hier hoe noem je dit? Braam. Zo, moeilijk. Die vond ik ook heel leuk.
Kijk nou, ze hebben zelfs kersenbomen, perzikkenbomen. En hier zit een lieve heersbeestje in. Ik wil een soort van grote boom voor op het balkon, maar die bijvoorbeeld kost €100. En dat vind ik een beetje overdreven. Mijn hart wil een pannenkoekenplank, maar pannenkoekenplank, plant. Maar Birdie zegt altijd dat die heel moeilijk zijn, dus die laat ik waarschijnlijk doodgaan. Oh, ik heb al zoveel. En ik dacht altijd dat ik helemaal geen groene vingers had, maar misschien heb ik het wel, want ik vind het zo leuk. Dus ik heb nog deze voor binnen, want ik wil dan diegene die nu buiten staat buiten houden. Deze voor de slaapkamer, want die heeft helemaal geen plant. En de rest hadden jullie denk ik al gezien. Ja, nog twee kleine bloemetjes voor in de bakken, want ik vind dat dat ook mag. En hier heb ik een citroentuin, want ik weet dat hij dat in het eten wel eens gebruikt. We hebben hier trouwens ook gedroogde bloemen. En daar vroeg ik laatst naar. Alleen, ik ben er niet helemaal weg van. En hier betaal je dan bijvoorbeeld €10 voor. Dus ik denk dat ik het voor nu even lekker bij de planten hou. Ja, ik ben meer van het verse, omdat de zon nu schijnt, weet je wel. Dan wil ik graag gewoon echte bloemen. Oké, jongens, ik ben thuis. Ik heb een auto vol met planten. En ik heb hem geweld. Of hij even naar beneden wil komen om te helpen, omdat ik zoveel heb gekocht. Are you happy? Very. What do you like the most? He's my favorite. De bramen? Yes. I took that one for me. That's funny. Oh yeah, and this one is for me, of course. But you know you're gardening, because you bought the stuff that we didn't plant, so... Yeah, because I knew what we already had. This is a little bit squished, but it's okay. I'm sorry, my car was very full. En deze blijft dan binnen. Maar we hebben nu dat tafeltje in de hoek, omdat die plant daar weg was. Dus ik moet zeggen, het is best wel relaxed om die extra ruimte hier te hebben, hè, Jin? Ja. Dus misschien hou ik dat wel zo, maar ga ik die plant gewoon op die tafel zetten. Even kijken hoe het staat. Begint een kunstwerkje te worden. Ik heb deze ook vastgemaakt met een tuinripje. Dat kan nergens meer heen. Dit is de eerste. What's this? You have no idea probably. No, it's thyme or it's... Dit zijn degene die wij zelf geplant hadden. Dit is munt. Dit is citroen. Ja. En ik heb ze met tuinrips vastgemaakt. En ook echt super steady. Kijk, hier zitten er drie. En dan hier omhoog eentje. Het zit echt goed vast. De tweede keer bedacht ik me wel dat het mooier zou zijn om de sluiting aan de achterkant te doen. Maar ja, ik heb niet genoeg om het nog een keer te doen. Dus ik laat het even zo. Maar misschien dat ik nog wel een keer tuinripjes koop. Zodat ik dat om kan draaien. Want dan zie je echt niks. Alleen die zwarte randjes. Dit is spinazie. Dit is de komkommer. En ert, right? Peas, ja. Ja, erten. En we hebben nog meer, dus... Eigenlijk past het niet. Ik moet even losse dingetjes voor die kopen. Maar misschien dat ik die ook wel naar binnen doe. Er staat nog een aardbei. En what are you gonna do with the rest? They need to get stronger. Then I have to buy another one. Another one? We can fit another one. Easily. I can just put it on the floor. No. Nah. Terwijl voor mij een mooie oranje zon ten onder gaat. Ben ik heel even langs mijn ouders geweest, want mijn moeder had een tasje klaarstaan. Oh, en ze was zo verdrietig. Ze zei, ik wil zo graag knuffelen en ik heb je zo gemist. Ik zeg, ja, het is ook zo raar. Ik zeg, maar hopelijk gaat het heel snel voorbij. Maar ik zou ook zo graag gewoon lekker spelletjes komen spelen. Maar ja, die hebben we in ieder geval even op afstand gekletst. En ik heb chocolademousse en slagroomsausjes meegekregen. En nu ga ik naar de McDonald's, want het was zijn idee. Gedriek zei, laten we McDonald's eten. Nou, dat hoef je natuurlijk tegen mij een tweede keer te zeggen. Dat gaat gewoon gebeuren. Het is al best wel laat.
is volgens mij bijna 8 uur. Maar ja, weet je, we zaten nog lekker in de zon. En omdat hij laat is opgestaan, heeft hij ook laat gegeten. Dus, oh, ik ga denk ik echt vet veel nemen. Gewoon een menu, extra burgertje erbij. Misschien zelfs wel een milkshake. Hij wilde alleen maar 2 burgers. Ik zei, daar ga je never nooit niet genoeg aan hebben. Ik zeg, neem nou gewoon een menu. Zegt hij, ja, maar ik vind die friet niet lekker. Ik zeg, dat weet ik. Maar je gaat vervolgens wel mijn friet op zitten eten. Ik ken hem langer dan vandaag. Dus ik denk dat ik voor hem ook gewoon een menu neem. Of ik neem een grote friet. Want als ik een extra burger neem, kunnen we die friet beter wel delen. Weet je, ik heb nu het idee dat ik een paard op kan. Maar dat zal wel niet. En nou, we hebben natuurlijk ook nog chocolademousse toetje. Dus dat is perfect dit. Alle plantjes toch even naar binnen verhuisd. Omdat hij een beetje bang is dat het 's nachts nog te koud is. Dus voor nu, die bakken zijn super simpel. Die pak je gewoon op. Hij heeft alleen mijn bananenplant laten vallen. En hij heeft het nu met een stokje en een tijrip er vastgemaakt. Maar ik denk dat de maanden liefde die ik erin heb gestopt officieel over zijn. Hij viel echt op zijn kop. Dus ja. En ik ben het bed even lekker aan het verschonen. En daar staat die andere plant. Dat had ik volgens mij ook nog niet laten zien. Echt heel cute. Ja, er moet nog een mandje omheen. Of een pot omheen natuurlijk. Maar het begint dan al iets meer gestroomlijnd te worden daar. Die mand heb ik van mijn moeder meegekregen. Daar kan ik dan de andere bloemetjes nog in doen. En die andere plant, die staat dus nu daar in het hoekje. Op de tafel. Ben er nog niet helemaal weg van hoor. Dat tafeltje daar. Ik vind het wel lekker dat hij niet meer hier staat. Maar of dat nou de plek is, daar ga ik nog over nadenken. Ik lig in bed met mijn nieuwe plant. Ik vind hem echt heel leuk. Ik hou echt, ze hebben allemaal een soort van, alle planten in de woonkamer ook, dat soort van motiefje op de bladeren, zeg maar. Dat lichte accent, daar hou ik gewoon van. Morgen zal ik nog eventjes de rest laten zien, want jullie hebben nog niet alles gezien natuurlijk. En nu ga ik lekker slapen. Ik ben echt heel blij. Ik realiseer me wel dat naar het tuincentrum gaan en het balkon klaarmaken niet noodzakelijk was. Ik had niet de deur uitgehoeven en het advies is, als het niet moet, doe het niet. Dus ik wil niet zeggen dat ik zozeer spijt heb, want ik ben gewoon heel blij. En weet je, juist omdat we de komende weken binnen moeten blijven, geeft het me heel veel rust dat het balkon nu lekker proof is. Dat ik daar echt gewoon rustig kan zitten en van kan gaan genieten. Maar het was niet noodzakelijk. En op dat moment heb ik me zo mee laten slepen in het idee. Dus dat is eigenlijk geen goed voorbeeld. En dat realiseer ik me wel. Dat wilde ik nog even zeggen. Al heb ik me echt heel erg netjes aan alle voorschriften gehouden. Afstand gehouden. En ja, wat dat betreft heb ik geen regels overtreden. Maar het was niet noodzakelijk, zoals ik zei. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.